De Blue Zones. Dat gaat over een vijftal gebieden in de wereld. Ik heb ze hier even op een kaartje staan. Dat gaat over Loma Linda in Californië. Het gaat over Nicoya in Costa Rica, Sardinië in Italië, Ikaria in Griekenland en Okinawa in Japan. En dat zijn gebieden in de wereld waar mensen significant ouder worden dan in de rest van de wereld. En nou is daar een man, Dan Buettner heet hij, die is daar onderzoek naar gaan doen. Waarom worden die mensen nou significant ouder in die gebieden dan in de rest van de wereld? Wat is de verbindende factor? Nou, die heeft het volgende heeft hij gezien. In Okinawa, in Japan, daar eten de mensen over het algemeen een dieet met weinig calorieën en heel veel groenten. Ze hebben daar een hele sterke gemeenschapsband en een heel sterk sociaal netwerk. En ze doen regelmatig aan lichaamsbeweging, zoals tuinieren. Eigenlijk in de gebieden waar hij is geweest, daar heeft vrijwel iedereen, ook op leeftijd, allemaal nog een eigen tuintje. Ze zijn op sommige vlakken nog steeds zelfvoorzienend. Het gaat vaak ook over landschappen waar behoorlijk wat relief in zit. Dus ze maken ook nogal wat hoogtemeters. Maar ja, dat zijn eigenlijk de drie dingen die daar veel naar voren komen. Dieet, een sociaal netwerk, dus mensen om je heen waar je echt op kunt bouwen en lichaamsbeweging. Nou, Sardinië in Italië, daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Ook daar geldt een dieet met veel plantaardige voedingsmiddelen en olijfolie. Ook daar is een sterke familieband heel belangrijk en een bepaalde gemeenschapsspirit. En ook daar komt die fysieke activiteit weer terug in de vorm van wandelen en tuinieren. En ook in Loma Linda, dat is een beetje een vreemde eend in de bijt als je gaat kijken naar de andere vier. Want Loma Linda gaat juist veel meer over een stad die wat meer geïndustrialiseerd is. Dus het is minder een afgelegen gebied. Dat zijn de andere wel wat meer. Maar het gaat daarom een gemeenschap met Adventisten, dus die hebben een sterke geloofsovertuiging. En daarnaast hebben ze veel gezonde leefstijlpraktijken. En ook daar geldt een vegetarisch dieet, dus ook weer een gezond voedingspatroon en ja, matige lichaamsbeweging. En ook die sterke sociale steun komt daar weer terug van een religieuze gemeenschap. Ook in Costa Rica geldt eigenlijk weer hetzelfde. Ook dat dieet komt daar weer terug. En ook die sociale banden komt daar terug. En lichaamsbeweging. En in Griekenland is het uiteraard niet anders. Ook daar gaat het over voeding, fysieke activiteiten en over sociale betrokkenheid. Dus een sterke sociale gemeenschap. Dus er zijn echt drie zaken die op alle drie, of op alle vijf die Blue Zones. Terug te vinden zijn en die dus onderstrepen waarom dat mensen daar significant ouder worden dan in de rest van de wereld. Dus op het moment dat je ervoor zorgt dat je goed op je voeding let, dat je gezond eet en dat je zorgt dat je je relaties op een goede manier onderhoudt, dus dat je een fijne groep mensen om je heen hebt, dat je familiebanden goed zijn, dat je weet op wie je kunt bouwen, dat je er bent voor andere mensen. En daarnaast dat je zorgt voor voldoende beweging. En dat kan echt van alles zijn. Je hoeft geen fanatieke topsporter te zijn. Maar wat ze hier heel veel gemeenschappelijk hebben, is het tuinieren, stukjes gaan wandelen. De beweging die je doet, hoeft niet meteen heel intensief te zijn. Maar het gaat er maar om dat je in beweging blijft. En juist die beweging is goed voor je. Als je gaat wandelen, komen onder andere je darmen ook wat meer in beweging. Nou, dat is allemaal ontzettend goed en gezond voor je. Dus dit is eigenlijk wat de relatie is tot de pijn reset methode. Ook daar komen deze zaken aan bod. Naast ademhaling en zorgen dat je inzichtelijk hebt wat jouw stressfactoren zijn. Maar dit zijn dus ook de drie belangrijke pijlers die daarin besproken worden. Let op je voeding, zorg voor voldoende beweging en zorg voor sterke sociale connecties en sterke sociale banden.